En ik zit even te denken, wat kan ik verder nog vragen over de robot? Ja, wat moet je nog vragen? Heb jij nog iets, Florentien, wat je wil weten? Zou jij nog iets willen weten van de robot? Nou, wat vinden de mensen in het restaurant ervan? Want het is natuurlijk heel onpersoonlijk. Ja. Nu trekt het wel heel erg veel publiek, omdat het natuurlijk bijzonder is. Ik denk eigenlijk dat u misschien een keer moet komen kijken bij ons. Doet hij het wel altijd? Want ik bedoel, gaan de bedieningen... Ja, gaat, dat gaat hij de leeg bestelling is halverwege. Ja, nou, of je krijgt het verkeerd. Nee. Of... nee, je krijgt altijd goede sushi. Dus die kom ik nu ook even bij u brengen. Oh, wat leuk. Kijk nou. Kijk. De sushiboer is binnen. Misschien even goed om uit te leggen voor de luisteraars. De vriend van Florentien, die komt nu binnen. Die hadden we even vermomd als sushiboer. Als Floris van de ploeg. Als Floris van maar de ploeg. Maar dat is het niet, het is Emiel. Het is Emiel. In toch? Hallo, lieve Florentien. Ik had je ooit iets beloofd en dat wilde nog een keer doen. En ik zou je eigenlijk nu willen vragen, omdat ik... je weet hoe ik over je denk. Mm-hmm. En ik zou je willen vragen of je vandaag mijn verloofde wil zijn. Oh. Dat ben ik nog nooit geweest en jij ook nog niet. Dus ik vond het wel dat dat een keer moest gebeuren. Wat lief. En daarvoor wil ik je iets laten schattig. Wel saaie radio dit natuurlijk. Nee, je wordt gewoon ten huwelijk gevraagd. Ja, start de muziek, ja. Je wordt ten huwelijk gevraagd. Ja, zo kun je het ook zeggen. Dat ja. Ja. Oh, ja. Ze zeggen ja. Gelukkig. Is het net de appen, waarom zit jij? In Amsterdam. Echt waar? Herkende jij de stem niet van Emiel? Nee. Nee, maar ik zie, want ik zat op haar gezicht te letten. Geen moment had ze zoiets van wat een bekende stem. Echt totaal niet. Nee, ik had hem ook een klein beetje. Verdraaid. Toch een een beetje verdraaid. Ja, een klein beetje verdraaid. Ik dacht wel, dit gesprek loopt echt voor geen meter. Nee. Waar moeten we naartoe? Gelukkig is het dat in het echt wel beter, dus het wel beter loopt. Ik was zenuwachtig. Ik krijg het pakje niet open. Wat schattig. Nou, wat gaat er door je heen, Florentien? Geluk. Ja. Een en al. Ja, ik ben hartstikke verliefd. Kijk, dat is nog wel steeds. Fijn. Nog steeds. Nog steeds, ja, natuurlijk. Nou, wat leuk. Jullie gaan gewoon trouwen, jongens. Ja. Maar ik krijg het pakje niet open. Het probleem is alleen dat Niels en Rick volgeboekt zijn tot oktober 2023, heb ik gehoord. Maak er een uitzondering voor, hoor. Oh, nou, dan moeten we kijken of we een andere datum kunnen vinden. Emiel, je moet er eerder aan geloven dan je denkt, ben ik bang. Wat zit er in het pakje? Want wij kunnen dat niet zien, natuurlijk. Een ring. Ik was even een gok. Ik hoop dat die past, natuurlijk, maar anders dan... Hij is te groot. Ja. Weer zo'n vrouw die gaat te zeiken. Hij is te groot. Net te huwelijk. Maar gebracht. Ik dacht dat ze hetzelfde maat als mijn dochter had. Hij is wel heel mooi. Hij is echt heel mooi. Hij is heel smal en is een soort diamantje met een zwart dingetje. Het zwart dingetje heet Safir. En... Jongens, van harte gefeliciteerd. Oh, veel geluk. Ja, veel geluk samen. Dankjewel. En leuk dat ik even binnen mocht komen. Ja, joh. Nou moeten we zoenen, hè? Ja, nu moeten jullie zoenen. Lijkt me wel, voor de camera. Wij mogen niet zoenen, want dat is... Hè, we zitten nog steeds met de coronamaatregelen, maar jullie mogen zoenen. Oh. Kijk eens. Hey, en ik begrijp, jullie liedje is Fleetwood Mac, toch? Ja. Nee, dat is niet ons liedje, maar ik vond het wel een van je nummer. En, Minder romantisch kan nog terug, hoor. Je kan gewoon nog terug. En dan snappen we dat ook. Emiel heeft deze voor je uitgekozen. Ik vind zijn mannenmuziek, dus ik heb nu... Ik ga het nog op, maar... Prachtig. Gefeliciteerd.